even een kleine greep uit de vondsten. Het is wel de categorie die we het meest aantreffen, namelijk aardewerk. De potten die mensen vroeger gebruikt hebben. Potten, kommen, schalen in alle vormen en typen. Sommige zijn door de mensen zelf uit lokaal gemaakt, met de hand. Maar andere stukken zijn van ver in het Romeinse Rijk deze kant op verhandeld. Zoals deze bodemfragment van een grote schaal. Als je ziet, de buitenkant is mooi glad. En de binnenkant heeft de aardewerkmaker speciaal kiezeltjes in de klei gedrukt. En wat krijg je dan? Een heel mooi ruw oppervlak waar je bijvoorbeeld kruiden mee kunt fijn malen. Zoals onze vijzel tegenwoordig. En dit is bijvoorbeeld de eerste beste bezoeker zou je zeggen van goh, dit is een bloempotfragment. Maar we weten dat het juist heel bijzonder luxe aardewerk is. Het is maar een klein fragmentje, maar heel herkenbaar. Glad rood oppervlak. En dit heet terra sigillata. Gestempelde baar heet het, gestempeld aardewerk. Want bij deze vorm van aardewerk, het is nu een glad stukje. Maar er zijn ook veel versierde vormen bekend die zeg maar als het ware met stempel erin gedrukt werden, die versieringen. En ja, daar weten we ook, als je wel genoeg van dit spul hebt, dan weet je precies waar het gemaakt is. Elk productiecentrum had zijn eigenschappen. En ja, die eigenschappen maken het materiaal ook geschikt om het te dateren, zoals wij zeggen. Om te bepalen hoe oud het is. Dat zie je ook al bij kunst en kiets. Dat ze precies aan één scherfje soms weten van, nou ja, dat is 230 tot 270 na Christus.